Sarah, ik heb een mailtje gekregen van de moeder van Charlotte. En zij was niet zo blij. Kun je me uitleggen waarom? Omdat ze een dochter met debiel haar heeft? Debiel haar. Boeien. Nou, jullie waren vroeger vriendinnen en nu stuur je haar zulke nare berichten. Wat is er gebeurd? Ze is gewoon stom geworden. Dat kan toch? En ik stuur haar geen stomme berichtjes. Dat wijf gaat gewoon meteen bij haar moeder lopen janken omdat ik zeg dat haar haar debiel zit. Nou, waarom moet je zoiets sturen? Omdat haar haar vet debiel zat. Ja, en dat moet via zo'n appje? Nee, niet per se. Ik had het haar ook kunnen sms'en of snappen of via Insta. Ja, ja, ja. Dit is mooi om te zien, jongens. Holy fuck! Je ziet hier dus het opgroeiende vrouwtje. Als het ware haar belevingswereld uitleggen aan de oudere geestelijk leider van de groep. Super fascinerend! Maar wat vooral heel boeiend is, is om te zien hoe die twee elkaar kunnen versterken. We moeten me dat toch eens uitleggen, waarom je zo'n berichtje stuurt. Want hoe werkt dat volgens jou? Dan kan ze er toch voor zorgen dat haar haar de volgende dag niet meer zo debiel zit. Heb je het er wel eens live gezegd? Nee, natuurlijk niet. Maar ze snapt het heus wel. Blijkbaar niet, want ze is naar de moeder gegaan omdat ze gekwetst is. Ik bedoel, ze mist de context. Die berichten die komen gewoon anders over. Hier, zal ik je het mailtje even laten lezen van de moeder van Charlotte? Oh, leuk, zo'n kitesurfgroepje. Je kunt het ook uitzetten, hè? Wat? Wow, zag je dat? Blijkbaar kunnen die twee nog heel wat van elkaar leren. Hier kun je tijdelijk de notifications uitzetten. Zo, en dan... Oh. Hé, dat is de moeder van Charlotte. Leuke bikini. Oh. Oeps. Om hem uit te zetten druk je gewoon op dit knopje aan de zijkant. Oh ja. Nou. We hadden het even over jou, niet over... Oh, oh, oh.